Ik ben het niet geworden. Ik ben het eigenlijk altijd al geweest. Gewoon echt als klein kind, als kleutertje, deed ik het liefste al tekenen met takjes en blaadjes, patronen leggen. En toen ik van de middelbare school kwam, ik had overigens de hele school één cijfer, altijd een 10, en dat was tekenen. Maar ik wilde dus naar de tekenacademie en dat zagen ze thuis absoluut niet zitten. Meer met het idee van, nou, daar heb je geen toekomst en je hebt geen inkomen. En kind, je hebt toch een leuke hobby en die heb je je hele leven lang. Maar via allerlei omwegen is die leuke hobby, ja, mijn leuke beroep geworden. Acryl, ja, ook wel krijt en potlood en dat soort dingen. Dik 25 jaar terug schilder ik met olieverf, maar ik ben CARA-patiënt en dat is mij dus door de arts ten zeerste afgeraden vanwege de zeer schadelijke oplosmiddelen die erin zitten. Nou, het overstappen naar acryl was wel even wennen in het begin, maar ik ben er nu helemaal gelukkig mee en ja, het bevalt perfect. Ik heb van mezelf uitgekozen schilderij moeras, of hoe heet het? Moerassig landschap met knotwilgen. Omdat het heel representatief is voor wat ik altijd doe. Want ja, hoe ik ook bezig ben, ik kom altijd weer op die natuur uit. Dat is mijn grote inspiratiebron. En ik heb van het museum ja, uitgebreid op de site gekeken, alle werken doorgenomen. En gekozen voor een kaart. Ik wist al van tevoren dat ik een kaart wilde hebben, omdat ik dus ook helemaal gefascineerd ben. Ik wandel dus graag, hè, langzame beweging, dan zie je het meeste. Van die prachtige wandelkaarten met alle details. En ik wilde iets uit de 17e eeuw. Nou, die kaart is ietsjes later, 1705, maar goed, dat doet er niet toe. En die kaart heb ik ook gekozen. Er staan twee delen op. Eén deel is dus echt de plattegrond. En het andere deel is het huis Schoonenburg. En dan staat er links staat er dus het huis, een soort vogelvlucht. Met dus daarachter een prachtige gestileerde tuin met boompjes. En rechts staat de plattegrond. En dat vind ik ook heel mooi, omdat ik er dus van hou om te laten zien dat iets heel veel verschillende invalshoeken heeft. He, van wat is waarheid? Een foto van iets is waar, de plattegrond is waar, het verhaal over iets is waar. Het is allemaal verschillend. En ik vind het ook wel leuk van die kaart, die is dus voor een totaal ander doel gemaakt dan waarvoor ik hem nu mooi vind. Ja, dat vind ik wel grappig. En hij sluit perfect aan bij mijn werk. Ik heb daarover nagedacht. Ik vind dat eigenlijk ja, niet zo'n zinvolle vraag. Want voor mij is kunst is heel erg verbonden aan mens zijn. En ik denk dat ook kunst, en daar versta ik dus ook muziek onder, dat dat dus hetgene is wat mensen onderscheidt van dieren. Ik bedoel, vogels die fluiten wel. En wij vinden dat wel muziek, maar het is geen muziek. Want ze schreeuwen gewoon tegen elkaar van, dit is mijn territorium, oprotten. En spinnen maken wel een mooi web, maar die maken dat ook niet om vorm te geven aan hun omgeving, maar puur als gereedschap om dus hun prooi te vangen. En mensen die denken na om hun omgeving, die geven er vorm aan, die maken kunst, die maken muziek. Ze maken eigenlijk altijd, is het een zelfportret. Heeft ook te maken met de tijd waarin je bent. Je kan niet voor niets iets dateren, hè, dat het uit 1600 gemaakt is, of in 19, of in 2013, anno nu hier in Delft. Je kan dat zien aan het werk, hè, of dat je een Chinees bent of een weet ik wel. En daarom vind ik dat kunst vanzelfsprekend ja, een gezicht ook op de maatschappij houdt. En sommige mensen zijn kritisch, dus die maken heel erg maatschappijkritische kunst en anderen niet. Maar je bent allemaal onderdeel, ja, van die wereld.
En ik ben zelf niet iemand die erg bezig is met maatschappijkritiek. Tenminste niet in mijn kunst, maar ik wil laten zien het onderweg zijn, de schoonheid van de natuur, het genieten. Eigenlijk door heel erg veel. Maar het belangrijkste en wat steeds weer terugkomt, dat is de natuur. Het lopen, het onderweg zijn. Van ik wandel veel en omdat je dan een langzame gestage beweging hebt, kan je ontzettend veel zien. En verder door alles wat ik meemaak en wat ik zie. En het is te ruim. Ik kan ook niet, ook wat andere kunstenaars betreft, er zijn er gewoon ontzettend veel. En dan in die natuur raak ik altijd geboeid, ook door verval. Van een vast thema wat steeds weer terugkomt, dat is een uitgebloeide vaas met bloemen. He, van die tulpen die dan nog doorgroeien en die blaadjes die vallen eraf. Of zoals het schilderij wat ik uitgekozen heb, zo'n sompig, drassig, moerassig land. Van het toch ook een beetje verval, niet echt een gezellige plek. Nou, toen heb ik een serie gemaakt over dementeren. Het hoort ook bij verval in de natuur. Dit is de eerste ervan. Dan zie je dus een persoon, een vrouw in dit geval. En alle herinneringen die ik weergegeven heb als mooie bloemetjes, die zijn er nog met verbindingen naar haar hersens, naar haar geheugen. En ze heeft het toch allemaal nog min of meer op een rijtje. Het volgende stadium. Dat is dit schilderij. Ze staat hier, haar hoofd is van binnen eigenlijk vrijwel leeg geworden. Alle herinneringen, ze zijn er nog wel, maar het heeft geen verband meer met elkaar. Ze is eigenlijk al behoorlijk de weg kwijt. En dan heb ik hier nog een beeld. Dat is ook een dementerend persoon. Maar hier is ze eigenlijk helemaal alles, er lopen lijnen doorheen van het ene segment van haarzelf en het andere, daar is geen contact meer tussen. Eigenlijk is de hele persoonlijkheid weg en al die herinneringen, die positieve herinneringen, die verflodderen naar alle kanten. Het is niet meer zichtbaar. En toen heb ik nog als een soort extraatje gemaakt deze. Dat is een herinnering aan mijn oma. Mijn oma was ook dement en ze zat niet achter de geraniums, maar ze zat achter de bonbons en achter de taart. En daar at ze met heel veel genoegen van. En ze was niet ongelukkig. Maar ze wist niet meer wie ik was en ze wist niet meer wie mijn vader was.